spel Lost Temple, uitgegeven door White Goblin Games. Het is een spel voor 2 tot 8 spelers en je bent er ongeveer 40 minuutjes mee zoet. In het spel kruipt elke speler in de huid van een avonturier op zoek naar een verloren tempel, zoals de doos al zegt. En dat ga je doen door steeds een andere rol aan te nemen en die geeft jou een andere manier van verplaatsen. En zo verplaats je over het speelbord tot je als eerste bij de tempel bent en zo het spel wint. We gaan snel kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Bruno Faiduti en die kennen wij natuurlijk onder andere van Machiavelli. Wij krijgen de spelregels rijk geïllustreerd en duidelijk opgezet. Met alle rollen die we kunnen aannemen nog eventjes uitgelegd. Alle speciale avonturenfiches en dat is het eigenlijk. En dan zit het natuurlijk in een viertal talen. Het speelbord. En ook dat is heerlijk kleurrijk en daarop zien we de tempel. Als je met 6 tot 8 spelers speelt. En als je met 2 tot 5 spelers speelt, ga je zelfs door naar deze tempel. De speelstukken, de ontdekkingsreizigers, juweeltjes, startspelerfiche, afgodfiche, avonturenfiches en kapmessen. Ik heb al het een en ander uit de doos gehaald, want je krijgt ook alle kaarten in 4 talen. Dit zijn gewoon kaarten om aan te geven welke kleur ontdekkingsreiziger jij bent. Dit is een overzichtje en hier herken je al een beetje weer de Machiavelli-stijl in terug. In welke beurtvolgorde de verschillende rollen aan de beurt komen. En hier zo hebben we dus de verschillende kaarten. Deze kaarten krijg je dus 4 keer, 4 setjes. De kaart 1 tot en met 9 in 4 verschillende talen. En ik heb ze alvast gesleeved. We gaan maar eens een spelletje spelen. Ik heb een spelletje opgezet voor 7 personen. Dat wil zeggen dat wij tot en met de eerste tempel gaan en de eerste speler die bij deze tempel is, of daaroverheen, is de winnaar van het spel. Voordat het spel begint krijgt iedereen een van deze rollenkaarten. Die worden gewoon geschud en aan elke speler wordt er eentje uitgedeeld. En dat bepaalt je startinkomsten en de positie waar je begint. Waar kijken we naar? We kijken naar deze onderkant. Je ziet hier in dit groene juweeltje een 1 staan en daarnaast zie je een 3 in een ovale disk. Dat wil zeggen dat ik als oranje 1 juweel krijg en mijn startpositie hier op het spoor is 3. Want zoals je kan zien hebben al deze startvakjes een getal en dat wil zeggen dat daar dus de startposities zijn. De volgende speler heeft bijvoorbeeld de sjamaan en de sjamaan begint met 0, maar wel op startpositie nummer 1. Dus die heeft al een stukje voor. Er zijn ook nog karakters die hebben dit symbool erbij staan. Dat is een kapmes. En dat wil zeggen dat je dus begint met een kapmes. In dit geval is Roze de gelukkige die dat voor elkaar heeft. Verder zien we nog wat andere dingen op het speelbord. We zien hier avonturenfiches. Elk vakje met een dubbele ring krijgt een avonturenfiches. We zien vakjes met een bruine ring. Dat noemen we dorpen. Vakjes met een blauwe ring. Dat noemen wij tempels. En dan hebben we nog dit zwart omringde vakje met alleen maar bos erin. En dat is oerwoud. Je komt niet door oerwoud heen als je geen kapmes hebt. Dat wil zeggen als jij bijvoorbeeld hier staat en je mag 4 vakjes verplaatsen. 1, 2, 3, 4. Dan mag dat alleen als je een kapmes hebt. Dan leg je je kapmes af en dan loop je door. Heb je geen kapmes, dan is het 1, 2. En dan eindigt daar je verplaatsing en je beurt. Deze avonturenfiches krijg je alleen te pakken als je daar op eindigt. Loop je er overheen, gebeurt er niks. Beëindig je je verplaatsing, dan draai je hem open en doe je wat erop staat. En je hebt allerlei soorten, maar dit is bijvoorbeeld, je ziet een plus 3 en dan een jungle achtergrond. Dat wil zeggen dat je 3 stapjes vooruit gaat. En dit wil zeggen dat je 2 juwelen moet betalen. Dit zegt een verlies van een kapmes. Dit wil zeggen dat jij de nieuwe startspeler wordt. Hier weer wat verlies. Nou, een zoopje van alles en nog wat. Min 3 met een bruine jungle op de achtergrond is 3 stapjes terug. Zodra je dat fiche hebt gedaan, wordt die gelijk vervangen door een nieuw fiche uit de voorraad. Aan het begin van het spel ga je op een of andere manier bepalen wie de startspeler wordt. En die krijgt dit afgodfiche. In de volgende beurten is degene die tijdens het verplaatsen zo'n avonturenfiche omdraait met de afgodfiche de volgende startspeler. Wordt er in 1 ronde geen afgodfiche omgedraaid, dan is degene die achteraan op het spoor staat degene die de nieuwe startspeler wordt.
Afhankelijk van de hoeveelheid spelers, en daar is het hier een prachtig tabelletje, worden er een aantal kaarten open en een aantal kaarten dichtgelegd voordat er begonnen wordt met de karakterselectie. We zijn met 7 mensen, dat betekent dat er geen kaarten open gaan, maar er gaat 1 kaart dicht en die wordt aan de zijkant gelegd. De startspeler krijgt de overige 8 kaarten. Op deze 8 kaarten staan natuurlijk de verschillende karakters. En de startspeler weet dus ook welk karakter deze beurt niet meedoet. Elk karakter heeft een speciale eigenschap en een manier om te verplaatsen. En soms is dat hetzelfde. Je moet het zo zien. Op elk karakterkaart staat een getal. Straks als alle spelers een karakter hebben gekozen, dus de startspeler krijgt deze hele hand. Hij kiest een van die karakters, geeft deze door aan zijn linker buurman. Die kiest weer een karakter en zo kiest iedereen een karakter. En uiteindelijk heeft de speler rechts van de startspeler nog keuze uit 2 karakters. Kiest er één en de andere legt hij dicht hierbij. En dan zitten er dus 7 karakters in het spel. Wat ik al zeg, dan gaat de startspeler eens 1 voor 1 oproepen. Daar maakt hij gebruik van het kaartje met erop de karaktervolgorde. En hij zegt nummer 1, de sjamaan. De speler die nummer 1, de sjamaan, heeft, draait hem open en zegt wie die vervloekt. Deze vervloekt dan iemand. En die vervloeking blijft liggen totdat die speler open gaat. En dan wisselen die 2 van plaats. Dan speler nummer 2, de dief. Nou, et cetera, et cetera. Elk karakter heeft een eigenschap. Die staat hier keurig in het Nederlands uitgewerkt. En is het dan nog niet duidelijk genoeg, dan staat die ook nog een keer in de spelregels. En dat zijn allemaal manieren om vooruit te gaan. Deze kun je bijvoorbeeld zeggen, ik betaal 2 smaragden en dan mag je naar de eerste volgende tempel. Hier heb je een tempel, daar heb je een tempel, daar heb je een tempel. Houd er wel rekening mee als je vanaf deze tempel naar deze tempel jumpt. Daar zit een woud tussen, heb je geen kapmes, dan eindigt jouw verplaatsing hier dus op dat woud. Nou, deze heeft gewoon een optie waarbij ze mag kijken naar 2 gebeurtenisvisies op het bord. En die mag ze eventueel omwisselen. En daarna mag ze nog 1 of 2 stapjes verplaatsen. En zo heb je er ook eentje die kan verplaatsen gelijk aan het aantal smaragden wat je betaalt. Deze kano gaat nog veel harder. Als je 3 smaragden betaalt, mag je dat keer 2 verplaatsen. 6 stapjes met een maximum van 20. Nou, en dan heb je het kind nog, de laatste, en die verplaatst naar de eerstvolgende speler voor zich. Dat is soms gunstig en soms komt dat niet goed uit. Omdat er weer allemaal mensen verplaatst zijn. Want dit soort avonturenfiches stuur je ook weer eens heen en weer. En zo wordt het spel eigenlijk gespeeld. Hebben alle karakters, zijn die afgeroepen, hebben die allemaal hun verplaatsing gedaan. Worden alle karakterkaarten weer verzameld. De nieuwe startspeler wordt bepaald, dus is er een fiche opengedraaid. Zo niet, dan is het degene die achteraan staat. Die shakt de kaarten, legt er eentje blind weg. Kiest iedereen uit de overige 8, geeft ze door naar links. En dan heeft iedereen op een gegeven moment weer een nieuw karakter. En dan begint de volgende ronde. En dan gaat iedereen weer verplaatsen. De eerste speler die hier komt, of daar overheen gaat, is de winnaar van dit spel. Daarnaast, en dat heb ik nog niet verteld, als jouw karakter opgeroepen wordt, dus de startspeler zegt nummer 1, de sjamaan. En jij zegt ja, ik ben de sjamaan. Dan pak jij ook gelijk weer een juweel uit de bank. Zo blijf je een beetje juweeltjes houden. Dus als je karakter opgeroepen wordt, laat je hem zien. Pak je een juweel en ga je je speciale eigenschap CQ-verplaatsing uitvoeren. En dat is eigenlijk hoe dit hele spel gespeeld wordt. Het spel Lost Temple is een geinig spelletje wat je met lekker veel mensen kan spelen. Het gaat snel. Het is qua regels vrij simpel en lekker overzichtelijk. En daarnaast ziet het er ook nog eens een keer heerlijk kleurrijk uit. Het spat echt letterlijk van de tafel af. Wat ik ook leuk vind is dat je natuurlijk met al die verschillende karakters heel veel verschillende tactiekjes kan opbouwen. Maar ja, je moet natuurlijk ook een beetje het geluk hebben dat je dat karakter krijgt. Het grootste nadeel wat ik aan dit spel heb ontdekt, want degenen die Machiavelli hebben gespeeld zullen ongetwijfeld heel veel overeenkomsten zien, is het feit dat je geen invloed hebt, of eigenlijk heel weinig invloed hebt, op wie de startspeler is. En dat is wel heel belangrijk, want dat is degene die de grootste karakterkeuze heeft en degene die weet wat er blind ligt. En dat is een factor waar ik in dit spel heel graag meer invloed op had gehad, want dat bepaalt heel veel tactiekjes. Dus de geluksfactor is heel erg veel groter dan bij Machiavelli ten opzichte van de tactische, strategische factor.
Desondanks is het wel een geinig spelletje. Het is gewoon een nadeel. Het lijkt heel erg op Machiavelli, dus je gaat het vergelijken met Machiavelli. En dat kleurt natuurlijk mijn mening. En ten opzichte van Machiavelli vind ik het een matig spelletje. Het is op zichzelf gewoon een heel lollig spelletje. Het is ook gaaf dat je dan een bord erbij hebt met allerlei avonturenfiches en verschillende manieren om te verplaatsen. En het ziet er ook echt heel erg gelikt uit met de diamantjes die je gaat verzamelen en de strategietjes die je kan loslaten met de verschillende karakters. Maar het tipt gewoon niet aan het origineel van Bruno Fedutti. Ondanks dat vind ik het een leuk spel, maar het krijgt van mij maar een 6,5.